Zo, het is nu vrijdag en ik zit op het terras met Marielle. En zoals je wel aan mijn haar kan zien, waait het behoorlijk vandaag. Storm, beetje jammer. Ja, jezus, nou haal ik echt niet te wijl. De tafel trilt ook. Ja, de tafel trilt gewoon van de wind. We dachten echt dat het lekker weer zou zijn vandaag. En dat was het vanochtend op zich ook wel. Dus we hadden even afgesproken om het terrasje op te gaan. Maar dat valt een klein beetje tegen. Qua temperatuur is het oké, alleen het waait vreselijk. Maar om alles goed te maken, zijn er nachos. Yeah. Nou, ik ben weer thuis. Het terras was, ja, het was gezellig, maar heel geslaagd kan ik het niet echt noemen. Want het was echt geen terras weer. Ik bedoel, ja, het is wel mooi weer, zoals ik al zei. In de zin van, sorry. Dat het warm is. En er is nu net zon bijgekomen, maar er was ook steeds geen zon. Maar het waait nog steeds hard. Dus even je laten zien. Kijk die bomen dan. Die waaien, waaien, waaien. Ja. Echt heel erg annoying. Ik had mijn haar ook weer gekruld. Maar het waait gewoon zo hard dat de krullen uit mijn haar zijn gewaaid. For real, dat kan dus. Nou ja, wel. Als ik het nu een beetje zo doe, dan valt wel weer wat mee. Maar ja, jullie weten hoe mijn haar eruit ziet als ik het net heb gekruld. Dan is het echt wawawoem. Alleen nu is het gewoon... Ja, het zit wel leuk nu, maar het is niet zoals als ik het net heb gekruld. Maar nou ja. Oké, okay, we wouden eigenlijk ook outfits maken. Of nou ja, dat wou ik dus. En Marielle die wou dat wel voor me doen. Maar dat is niet geslaagd, want mijn haar zat echt overal. Dus ik dacht, ja, dat is gewoon een beetje zonde. Maar de outfit die ik wou schieten is dus dit. Een crop top van Coolcat. En deze nieuwe broek van de ASOS, ASOS, whatever. Ja, ik vind dat echt een superleuke broek. Alleen, ik heb nu al een nadeel gevonden. Namelijk, je moet er dus eerst heel erg lang strijken. Want ik had hem dus ook al gekreukt gekregen. Maar oké, ik vind strijken niet eens zo heel erg. Dus ik had hem gestreken. En dan ga je zitten. En dan, ja, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar dan zitten er al gelijk weer allemaal kreukels in. En nou ja, als ik ergens allergisch voor ben, dan zijn het wel kreukels. Heb ik ook eens gezegd in mijn... Random 50 facts about me tag geval video. Ja, ik kan echt niet tegen kreukels. En dat is juist één ding waar ik er tegen op zie met de vakantie. Want ik ga natuurlijk geen strijkijzer meenemen. Dat gaat gewoon echt te ver. Maar ja, ik wil deze broek wel mee. Ik vind het echt een leuke broek. Maar ik ga dus niet met een kreukelbroek rondlopen. Dus ja, als jullie tips hebben voor hoe je kleding kan ontkreuken zonder een strijkijzer. En met dingen die je zeg maar op de camping hebt. Dan zou dat echt heel erg nice zijn. Dat lijkt me echt, echt heel erg chill. Maar goed, ja, dat hoor ik dus graag voor jullie. En wat ik dan nu even ga doen, is denk ik mijn huis maar eens even opruimen. Want ik vind het hier echt best wel een bende. Kijk, ik weet niet, misschien vinden jullie het meevallen. Oké, dat valt niet mee. Dat valt echt niet mee. Dit is echt een dumptafel geworden. En dat vind ik niet leuk. Dat moet echt niet. En ja, inloopkast is ook alweer aan opruiming toe. Bovendien loopt Vincent al heel lang te zeuren dat ik dit eens moet gaan opvouwen. En daar heeft hij eigenlijk ook helemaal gelijk in. Maar ik heb altijd geen zin in en weer andere dingen te doen en zo. En dan schiet het er weer bij in. Dus voordat Vincent thuis komt, moet ik dat even gefixt hebben. En ik heb denk ik niet heel lang meer. Want Vincent had al gezegd dat hij een beetje op tijd thuis zou komen vandaag. En ik hoorde ook net een deur. Jeetje, mijn hoofd glimt. Wow. Oké. Okay. Ja, dus ik denk dat ik daar maar even snel mee bezig moet. Voordat Vincent de reden heeft om boos op mij te worden. Dat wil ik vooral niet geven. Dus ik ga even de was opvouwen. Oké, ik ben nu dus eventjes met de was bezig. Wat trouwens heel erg tegenvalt. Want kijk, ik dacht zo van... Oh, dit is een en al dekbed. Dus dat valt wel mee. Maar dit is echt zo'n dekbedbal. Met daarin een grabbelton. Met zie je allemaal andere dingen erin. Dus dat valt even vies tegen. Dus daar ben ik nog wel even zoet mee, denk ik. Maar ik wou jullie eventjes iets heel erg afraden. Kijk eens naar mijn ogen. Je ziet toch echt dat mijn make-up echt enorm gecreased is. Nou, wat ik jullie dus even wil afraden is de Catrice Prime and Fine. Want die doet zijn werk dus absoluut niet. Die van Urban Decay kan je wel gebruiken, want die gebruikte ik altijd. Maar ik las dus hier lovende reviews over. Nou, die zijn gelogen, kan ik wel zeggen. Want dit werkt echt niet. Investeer liever wat meer geld in eentje die wel werkt. Waar je dus echt wat aan hebt. Namelijk die van Urban Decay. Dus dat wil ik eventjes zeggen. En dan ga ik nu weer verder met mijn favoriete hobby. Wasvouwen. Jee. Zo, ik heb de was inmiddels weggewerkt. En ik heb ook ons bedje eventjes lekker opgemaakt. Zo, lekker schoon. Bedje, het is wel heel erg kreukelig, maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Het gaat me echt veel te ver om bedden goed te gaan strijken. En als je er één nachtje net geslapen, is het vanzelf alweer ontkreukt.
Ja, Vincent en ik gaan zo meteen eventjes op verjaardagsvisite in het ziekenhuis. Want mijn nichtje ligt in het ziekenhuis en zij is jarig. En ze hebben een speciale kamer voor haar gereserveerd dat iedereen kan komen. En daarna gaan we eventjes gezellig uit eten met mijn oom en tante en mijn ouders. Dus dat wordt gezellig, denk ik. Het is inmiddels 1:30 en we zijn weer thuis. En ja, ik ben heel erg moe, zoals je volgens mij ook wel kan zien. Ik heb best te ballen. Ja, het was wel gezellig. We zijn dus nadat we verjaardagsvisite waren geweest bij mijn nichtje, nog eventjes uit eten geweest met mijn oom en tante en mijn vader en moeder. Ja, sorry dat ik dat niet heb gevlogd, maar weet je gewoon, ik weet niet, in sommige company vind ik dat toch een beetje raar om te gaan vloggen nog. Maar als het van onze eigen leeftijd is, van mijn eigen leeftijd, dan snappen ze het meestal wel wat vlogs zijn en zo. Maar ja, als we iets ouder zijn, dan voel ik me toch altijd een beetje raar om te gaan vloggen. Dus ja, dat heb ik nu maar eventjes achterwege gelaten. Maar goed, ik heb een hele lekkere pizza gehad. We hadden trouwens volgens mij bijna allemaal pizza. Ja, alleen mijn vader had geen pizza. En we hebben nog eventjes lekker lang zitten natafelen. Toen zijn we nog even met mijn oom en tante mee naar huis geweest om nog even wat te drinken. En toen begon het te regenen. Dus ja, we zaten buiten bij hun. Dus zijn we naar huis gegaan. Dus we hebben ook een klein beetje nat geregend. Mijn haar zit ook echt als een pannenkoek. Maar ja, om heel eerlijk te zijn moet ik nog wat aan mijn blog doen. En mijn vlog voor morgen nog maken. Maar ik denk dat ik voor deze ene keer de boel even iets later online ga laten komen. Want het is best wel laat. Ik ben gewoon moe. En ik had ik eigenlijk niet echt op geanticipeerd, zeg maar, dat we nog van alles zouden doen vanavond. Ik had eigenlijk gewoon verwacht dat ik vanavond nog bezig zou zijn met mijn blog en vlog, maar dat is iets later geworden dan ik uiteindelijk had gedacht. Dus ik ga nu gewoon lekker op bed en dan kan ik morgen gewoon een beetje op tijd uit en dan bezig met mijn blog en vlog. Dus ik hoop dat jullie het voor die ene keer niet erg vinden. Ik hoor het wel in de comments, denk ik. Dus ja, tot morgen. Welterusten. Doei doei.